Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. In dit COVID-19-journaal nemen we een kijkje in het Frank Cameroncentrum, voorheen SOGK. Het Frank Cameroncentrum aan de Bonniestraat in Geersvliet is een dagopvang voor mensen met een beperking vanaf 16 jaar. Hier worden ze alles bijgebracht om zelfstandig te worden, zodat ze ook zelfs kunnen functioneren binnen de maatschappij. Op dit moment is het voor de 69 pupillen van het Frank Cameron Centrum nog even wennen aan de nieuwe COVID-19 situatie. En is het ze aangeleerd wat ze voorlopig wel of niet kunnen. Bijvoorbeeld elkaar knuffelen, dat gaat even nog niet. Wel is het zo dat de schoolprotocollen ook hier keurig worden nageleefd door de pupillen en hun begeleiders. Omdat het openbaar schoolvervoer nog niet is hervat, heeft de school de voorbije weken zonder de bussen de leerlingen een bezettingsgraad van 50%. Na een paar maanden, nadat COVID al zijn intrede had gedaan in maart, toen hadden wij ons voorbereid op wanneer de scholen weer gaan beginnen. We zijn een dagopvang. We hebben om en bij 69 pupillen. En voor ons, het personeel, was het echt van oké, hoe gaan we het doen met onze pupillen? Gaan ze het redden? We nemen aan, ze hebben de tv-beelden gevolgd. Ze waren maanden thuis. En deze speciale doelgroep die houdt van knuffelen. Hoe gaan we het aanpakken? Uiteindelijk, onze protocollen zijn als volgt. Ze komen aan, de ouders zetten ze af bij de poort of hun buschauffeur. En dan we meten ze, we tempen ze, we sanitizen hun handen. Ze komen aan, ze gaan naar de klasse. Ieder zet zijn flesje, we hebben de ouders gevraagd om hun flesje met sanitizer mee te geven. Ze zetten hun flesje op tafel. De leerkrachten begeleiden ze daarin. Met om de zoveel tijd even sanitizen. Ze zitten anderhalve meter van elkaar. We hebben niet zoveel pupillen in de klas. We hebben om en bij 6 tot 7 pupillen in een klas. Gelukkig is het centrum hier open. En waardoor er genoeg ventilatie is. En ik mag zeggen, met de mondkapjes hadden we een zwaar hoofd. Maar het is goed. Het is goed in de zin van... Om het even maar zo te zeggen, de pupillen hebben er geen last van. Ze houden hun mondkapje op, keurig netjes. Oké, tijdens het sporten zetten ze het even af. De leerkrachten letten ook even erop. Als ze bij de kantine, bij het zwembad zitten, mogen ze hun mondkapje afdoen. Maar dan zitten ze toch 2 meter van elkaar. De opkomst is niet 69 nu, omdat NVB nog niet rijdt. Maar het is zeker met de helft. Maar mocht NVB weer rijden, weten we ook daar op te vangen in groepjes te verdelen. Maar voor nu mogen we niet klagen. Het gaat allemaal goed. We hopen dat dit zo door blijft gaan als de grote groep komt. En dan hopen we natuurlijk dat corona ook het liefst verdwijnt uit het land. Maar het is het nieuw normaal en we passen ons aan. We hebben de maatregelen gekregen. We moeten deze omarmen. Het is voor ons en natuurlijk ook voor u om te beschermen. Dus als we die in acht blijven houden... of nemen, dan moet het wel goed aflopen. Deze burgers die passen zich aan het nieuwe veilige normaal. En nu begrijpen ze ook waar het om gaat. Want ze moeten zich nu inmiddels houden aan de gangbare 1,5 meter afstand, regelmatig handreinigen en zeker niet te vergeten ook de mond-neusbedekking. Verrassend mooi dat ze kwamen. En sommigen gaven echt op afstand een knuffel. En ze zeiden het ook van, mami of zus, ik wil u een brassa geven, maar het kan niet. Dus ze hebben het ook van huis uit meegekregen. De ouders hebben het ook heel goed opgevangen. En doordat ze die maanden thuis zaten, natuurlijk, hebben ze ook heel veel meegekregen, ook van de media. Dus het zit er goed in. En ik mag zeggen dat het volk een voorbeeld mag nemen aan de pupillen, want het is echt een speciale groep natuurlijk. En ze houden het goed, hoe moet ik het zeggen, ze houden het vol. Dus om met het nieuw normaal om te gaan. We hebben deze maatregelen gekregen, omarm ze. Het is voor uw bescherming en voor die van ons. En met name denk aan deze speciale doelgroep.
Want hoe beter we ze omarmen, de maatregelen, hoe minder verspreidingen we kregen. Dus laten we met z'n allen eraan werken. Ook in dit COVID-19-journaal spraken we twee bewoners van het Frank Cameron Centrum. Ik was mijn handen met zeep. En je ons met je handen met dingen. Met hands en de tijzer. Je moet je handen goed met zeep wassen. Tot hier zo, tot hier en tot hier zo. Als je je handen hebt gewassen, dan moet je je handen afdrogen met toiletpapier. Of met dingen touw, dan vieg je je handen. Dan, zet het in, dan gooi je dat touw in de vuilnis en weer. Hier, als ik hier kom, leren zwemmen, sporten, rennen, voetbal spelen, atletiek doen, touwtjes springen. Je moet je staan en je moet afstand houden. Je mag meisjes niet aanraken. Dat vooral niet, wat je niet mag doen. He? Dan moet je, als je gezond bent, dan moet je groenten eten, veel water drinken en veel groenten eten. Anders als je en goed rennen, als je niet geen groenten gaat eten, ga je ziek worden. Ik ben Anushka Stephanie Roosevaar. Ik ben 29 jaar jong en ik woon hier op het opvangcentrum SOGK. Nou, we hebben COVID ervaren. We waren de hele dag thuis. Thuis onderhouden onze erf, onze huis, netjes schoonmaken. Planten, veel fruit eten, groenten. En sporten, zwemmen. En ja, net zo een beetje onze omgeving schoonmaken. Nou, het was wel een beetje zwaar dat we niet meer mogen knuffelen. Dus door het hele COVID-situatie is het alleen elleboogjes slaan. Onze handen op tijd wassen met zeep en stromend water. En ja. Aan de mensen thuis wil ik zeggen van nemen jullie de COVID maatregelen, wat er wordt gezegd. Luisteren jullie, gaan jullie niet zomaar op straat. Als het niet nodig is om op straat te gaan, doe het niet. Wanneer je thuis bent gekomen, was je fruit voordat je het in je ijskast zet. En eten jullie veel groenten, veel fruit. Over de vluchten vanuit Nederland, waar een tweede coronagolf nu gaande is, had minister Mar Ramadin voor het COVID-19-journaal wat aanvullende mededelingen. Het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname is teruggebracht naar 1 vlucht per week, die uitsluitend bestemd is voor repatrianten en essentiële reizigers. Let wel onder de voorwaarde dat nog voor de reis de passagier beschikt over een negatieve PCR-test van niet ouder dan 72 uur en akkoord gaat met de verplichte thuis- of hotelquarantaine van 10 dagen. Trouwens zegt onze gezondheidsminister dat er nog altijd extra wordt gelet op onze reizigers die vanuit de buurlanden hier binnenkomen. We hebben gemerkt dat de regering ook heeft aangekondigd dat ook de lijn met Nederland, althans het vliegverkeer, aan voorwaarden is gebonden. Waarom doen we dat? De afgelopen weken zien we, terwijl we in Suriname een dalende trend hebben, zien we in Nederland met name een ernstige stijging, een drastische stijging van het aantal gevallen. De Nederlandse gemeenschap is eigenlijk een beetje vrijer in hun handelen. Zij hebben niets verplicht daar en ze handelen dus op basis van het concept van ik moet me vrij kunnen voelen. En wij als Suriname zeggen wij willen niet weer aan de start staan van een nieuwe golf van infecties. Dus op basis daarvan hebben wij gezegd we willen enkele voorwaarden. De eerste voorwaarde die vanaf nu gaat gelden is dat er slechts 1 vlucht per week zal zijn tussen Suriname en Nederland. En dan ook zullen er slechts essentiële personen worden toegelaten op die vlucht. Essentiële reizigers. En onder essentiële reizigers vallen behalve diplomaten en regeringslieden, ook nog eens personen die vanwege ziekte of vanwege een sterfgeval moeten reizen of vanwege dringende werkzaamheden moeten reizen. Maar dat zal nog worden doorgecommuniceerd met u als burger.
Wat zijn de voorwaarden? Wilt u iemand uit Nederland terugkomen naar Suriname of wilt de toerist Suriname bezoeken, dan mag dat. Maar er zijn enkele voorwaarden en daar vraag ik de ondersteuning en de medewerking van u als burger. U moet namelijk kunnen overleggen een negatieve PCR-test bij het instappen of bij het inchecken op Schiphol. En die test mag niet ouder zijn dan 72 uur, dus 3 dagen. Tweede is, iedereen die uit Nederland komt moet in quarantaine. Omdat een test een momentopname is, kan je niet garanderen dat die persoon van de laatste test die persoon overlegt, tot het moment dat die persoon in Suriname is, kan die persoon nog in een incubatieperiode zijn. En wijst het testresultaat negatief uit. Dus wij zeggen, ieder moet in quarantaine. Hebben we nou 2 opties, dat is hotelquarantaine, dat is vanaf het begin aangegeven. En feitelijk, als iedereen een hotelquarantaine zou regelen, hadden we geen problemen. Wat we merken is dat er wat weerstand ontstaat vanuit de samenleving en vanuit de reizigers. Men is niet bereid om hotelquarantaine te betalen. De overheid, deze overheid kan het niet meer betalen. We hebben geen geld. We hebben dit beleid overgenomen waar in het verleden repatrianten in overheidsquarantaine waren, betaald door de overheid. Maar die schulden zijn inmiddels torenhoog. En die schulden zijn nog niet betaald. Een heleboel hotelketens hebben hier facturen liggen op het ministerie. En wij moeten die nog betalen. En wij vinden dat de mensen die terugkomen eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is niet om u aangenaam te zijn, maar wij kunnen ons geen schulden meer permitteren. Elke cent die ik als minister van Volksgezondheid uitgeef, zal ik moeten kunnen verantwoorden op een gegeven moment. Dus het verzoek is om een hotel te reserveren voor 10 dagen. Als dat niet kan, dan bestaat er natuurlijk een andere optie, maar dan kunt u in thuisquarantaine. Daarvoor moet u een speciaal verzoek doen. En het liefst 10 dagen van tevoren dat u afreist, dient u een mail te versturen. Een e-mail te versturen met het verzoek voor thuisquarantaine. En er zijn een paar voorwaarden gekoppeld, want niet iedereen kan in thuisquarantaine. Je kan in thuisquarantaine wanneer je een eigen huis hebt. Althans, wanneer je alleen in die woning bent. Kom je met een gezin terug, dan mag u terug naar uw woning. Dat kan, want u bent in uw woning. En iedereen komt. U mag niet in contact komen met personen in Suriname. Dat is de voorwaarde. En er moet iemand zijn in Suriname die de care over u wilt overnemen. Namelijk, u moet dagelijks voorzien worden van levensmiddelen. Als u boodschappen te doen hebt, kunt u dat niet zelf doen. Maar moet er iemand hier aangewezen worden om dat te doen. Dus dan wordt er ook nog een nummer van een contactpersoon gevraagd. En de locatie moet worden geïnspecteerd. Dat zijn zaken. En als u in thuisquarantaine gaat, gaat u niet gewoon in thuisquarantaine, maar u moet ook beveiligd worden. Omdat de beveiliging ons de garantie biedt als overheid dat u inderdaad in quarantaine blijft. Omdat wij in het verleden hebben gezien dat personen die in quarantaine geplaatst waren op verzoek van de regering, van de autoriteiten, om niet uit huis te gaan, toch uit huis zijn gegaan en zaken hebben verpest en zijn zelf besmettingen opgetreden. Mensen waren naar de supermarkt, mensen waren naar de dokter, mensen waren naar de openbare markt. En dat zijn plekken waar u als burger ook naartoe gaat. Dus ik vraag nogmaals de medewerking om mee te werken. Anders zullen wij als regering genoodzaakt zijn het vliegverkeer tussen Suriname en Nederland compleet stil te leggen. De grenzen, de grensposten in het westen en het oosten zijn formeel genoeg gesloten. Het betekent dat er geen personenverkeer en goederenverkeer plaatsvindt. We hebben wel natuurlijk de illegale overstekers, met name de personen uit het noorden, uit ons noordland, dat is Brazilië, die ook nog eens proberen en wagen vanwege het feit dat ze over en weer werken, dus zowel aan de Surinaamse als de Franse zijde. Maar ook weet u dat heel veel Surinaamse kinderen in Frans-Guyana aan de grens studeren, dus op school gaan. En dat soort zaken zien we nog normaal. Wat we nu wel mee hebben, gelukkig, is dat de situatie in Frans-Guyana ook stabiel is. Net als we in Suriname nu een stabiele situatie hebben. Dus we vallen eigenlijk in een bubbel. En een bubbel betekent niets anders dan dat onze situatie vergelijkbaar is. Dus ook al heb je over en weer vervoer van personen, het vormt niet een ernstige dreiging voor onze gezondheid. Omgekeerd heb je wel met Guyana de situatie dat de incidentie in Guyana iets hoger is dan in Suriname. En dat wij nu samen, tijdens mijn recent bezoek aan Guyana, er afspraken zijn gemaakt om middels een protocol, indien de Kanawaima-veerboot weer gaat opvaren,
dat wij dan middels protocol wel weer de personen willen toelaten. Maar precies zoals wij zeggen, uit elk hoog risicogebied wanneer iemand naar Suriname komt, zullen wij als overheid ervoor zorgen dat er wel voorwaarden gekoppeld zijn aan de reis naar Suriname. Eveneens met het doel eigenlijk om u als burger, om de Surinaamse burger in het eerste opzicht te beschermen tegen besmetting met het COVID-19 virus. Het COVID-19 journaal heeft de voorbije 80 dagen zijn nut bewezen en heeft vooral in ons land de bewustwording rond het nieuwe coronavirus bevorderd. De dagelijkse uitzendingen worden vanaf november teruggebracht naar 3 keer per week. Wat volgens minister Amar Ramadin vaststaat, is dat het COVID-19 journaal zal blijven komen. Zelfs tot na de komst van een vaccin. We hebben vanaf het begin COVID-journaal gelanceerd. COVID-journaal omdat onze constatering was als overheid dat er behoorlijk wat schort aan bewustwording en bewustzijn omtrent COVID-19. Ik mag met recht zeggen en ik ben daarvoor het team van COVID-journaal heel erkentelijk voor de inzet van het hele team om daar een professioneel programma van om te maken. Heel aantrekkelijk voor elke bevolkingsgroep, voor elke leeftijdsgroep. Het is een al bij al een succes geweest. Ik heb dit tijdens mijn bezoek aan het buurland Guyana, aan de CARICOM vertegenwoordiger, de CARICOM Secretary-General, ook kenbaar gemaakt. Dat we onze eigen manier hebben van communiceren met de samenleving. En dat was het COVID-journaal. Ook de secretaris-generaal zei mee dat hij ervan gehoord heeft. Dat het een hele goede spin-off effect heeft gehad op de samenleving. Mensen wisten niet wat een swab was. Mensen wisten niet hoe het aan toe ging in de IC. Mensen wisten niet hoe ernstig het was als je die ziekte hebt doorgemaakt en toch hebt overleefd. Mensen hebben ook ervaren hoe nabestaanden hebben ervaren. Dat heeft allemaal ertoe geleid dat mensen veel bewuster zijn gaan leven. Mensen wisten niet wat protocollen waren. Mensen wisten niet wat het outbreak management team deed. En zo hebben wij steeds keer op keer, en ik ben het team van COVID-journaal heel erg dankbaar. En we gaan door met COVID-journaal. Alleen, als we merken dat zaken ook een effect hebben, zult u dat ook merken. Het COVID-journaal zal per 1 november 2020 nu 3 keer per week worden opgezet. Waar we de dagelijkse presentaties hadden, de dagelijkse programma's, wordt het nu teruggebracht naar 3 maal per week. En dat is nog steeds de bedoeling om met u te communiceren. Daarom doen we 3 maal per week. We blijven werken aan die bewustwording. We blijven werken aan het bewustzijn. We gaan u blijven oproepen om zich vast te houden en de maatregelen na te leven. Daarom dat het COVID-journaal doorgaat. En we gaan met het COVID-journaal door totdat er een vaccin is. Zelfs wanneer we een vaccin hebben, zullen we het COVID-journaal continueren. Want u moet dan ook weten waarom een vaccin nodig is. U moet ook weten waarom u niet een nee moet zeggen tegen een vaccin. U zult ook moeten weten hoe u gevaccineerd gaat worden. Waar zal dat plaatsvinden? Het allemaal is belangrijk om vanuit het COVID-journaal dit aan u te presenteren. Een vaccin, dat hebben we jammer genoeg nog niet. Dus is het aan te raden om de COVID-19 maatregelen nog stipt na te leven. Voor de verschillende bedrijfsbranches zijn er ook protocollen uitgeschreven die u kunt nalezen op de website van het BOG. Mocht u iets zien dat niet stroomt met wat er in de protocollen staat, schroomt u AUB niet om dit aan te geven bij de desbetreffende instanties. Koluku Makandra. En fit aan COVID-19 die ze samen. Dit was het voor het COVID-19 journaal. Goedenavond.